Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in de studio is Christophe Slagmulder, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. Welkom, meneer Slagmulder. Meneer Slagmulder, u bent voor Vlaams Belang een onderwijsspecialist, mag ik wel zeggen. En daarom heb ik een aantal vragen voor u voorbereid. En de eerste is, die heeft te maken met iets wat op zich wel aandacht getrokken heeft en waar ik graag uw mening over weet. Het is met name dat men voor het toelatingsexamen arts aan de Universiteit van Gent, dat men heel specifiek voorbereidingssessies organiseert die enkel toegankelijk zijn voor allochtonen. Dat moet bij u toch wel enige vragen opwerpen, neem ik aan. Inderdaad, onlangs hebben wij enkele klachten ontvangen van Vlaamse studenten die ons wezen op het extra begeleidingsaanbod aan de U Gent voor leerlingen met een migratieachtergrond die geïnteresseerd zijn in het toelatingsexamen arts en tandarts dat elk jaar georganiseerd wordt. De Gentse universiteit organiseert blijkbaar specifieke voorbereidingssessies die kaderen in het project genaamd UGent in zicht om meer allochtonen aan te trekken. Ze noemen het zelf extra lessen voor extra kleur. Ik vind dat er dus inderdaad sprake is van discriminatie, in dit geval positieve discriminatie, wat ook nog steeds discriminatie is en blijft, waardoor autochtone Vlaamse leerlingen benadeeld worden. Als een leerling met een migratieachtergrond interesse heeft voor het toelatingsexamen, dan krijgt hij of zij een voorkeursbehandeling. Leerlingen zonder migratieachtergrond, die worden gewoon doorverwezen naar de website over het toelatingsexamen, waar ze alle informatie zelf maar moeten vinden en waar ze ook voorbeelden, examenvragen kunnen inkijken en inoefenen. Voor de rest kunnen enkel jongeren met een functiebeperking, zoals bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, autisme en zo verder, gebruik maken van specifieke ondersteunende maatregelen tijdens dat toelatingsexamen. Nu, er zijn genoeg autochtone leerlingen zonder beperking die ook buiten hun lessen in hun middelbare school extra steun zouden kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan leerlingen die in de richting wetenschappen, moderne talen of economie, wiskunde zitten en die vrezen dat ze te weinig bagage hebben meegekregen ten opzichte van leerlingen in bijvoorbeeld wetenschappen, wiskunde, om te slagen voor het toelatingsexamen. Aan andere hoger onderwijsinstellingen zijn er dan wel mogelijkheden tot voorbereidingslessen, maar die zijn vaak betalend en ja, dat kan toch snel oplopen tot 100 à 120 euro. Dus ik heb onlangs hierover een parlementaire vraag gesteld aan minister Weitz, maar hij verdedigt die regeling en hij zegt dat initiatieven zoals die van de UGent bijdragen aan een grotere diversiteit en niemand benadelen. Hij vindt blijkbaar dat de kansen van jongeren zonder migratieachtergrond niet verminderd worden door het initiatief van de Gentse Universiteit op vlak van rangschikking voor de toelatingsexamens. Nu, met deze uitleg van de minister ga ik dus niet akkoord. Extra begeleiding waarbij de etnische herkomst het criterium is om te bepalen of je toegang hebt of niet, ja, dat is toch discriminatie. Stel je maar eens het omgekeerde voor, opleidingen die enkel voorbehouden zouden zijn aan autochtone Vlaamse leerlingen. Daar zou heel wat protest tegen komen. Het kot zou volgens mij heel snel te klein zijn. Dit is dus pure positieve discriminatie in het voordeel van allochtonen die wellicht de capaciteiten niet hebben om de studies aan te vatten. Zij worden daardoor bevoordeeld, maar het doet ook tekort aan die allochtonen die dat wel zouden kunnen. Ik vrees dat je zo alleen maar het beeld bevestigt dat allochtonen automatisch in een achtergrond zitten waar ze zogezegd helemaal niks kunnen aandoen. En het is tegelijk
ook een achterstelling van Vlaamse kansarme leerlingen of van diegenen die in hun eerdere schoolcarrière een minder gepaste studiekeuze hebben gemaakt in de middelbaar. Zij moeten vaak dure bijspijkerscursussen betalen, terwijl een allochtoon die aan de Universiteit van Gent wil studeren, deze momenteel gratis kan krijgen. Ik vind dat elke kandidaat gelijkwaardig moet behandeld worden op basis van zijn of haar werkelijke capaciteiten. Indien dat principe van gelijkberechtiging niet aanwezig is, dan is deze regeling eigenlijk in mijn ogen onrechtvaardig. Dus ofwel moet de UGent voor iedereen toegankelijke voorbereidingssessies instellen, zodat elke kandidaat-student gelijke kansen zou hebben, ofwel moet dit project stopgezet worden, zodat deze vorm van discriminatie verdwijnt. Want in mijn ogen is het ook discriminatie. En ja, ik heb dus begrip voor de klachten die door enkele Vlaamse studenten hierover geformuleerd werden. Diversiteit in hoger onderwijs, dat kan natuurlijk een rechtmatige doelstelling zijn, maar ja, eigenlijk komt het erop neer dat men toch alleszins, als men dat gaat bewerkstelligen, dat u zegt van oké, maar dat mag niet ten nadele gaan van anderen. Er hoeft geen positieve discriminatie te zijn. Die voorbereidingslessen, oké, dat is allemaal goed, maar die zouden dan moeten opengesteld worden voor iedereen, ofwel op basis van bepaalde studies of afkomst of dergelijke, is dan niet het juiste criterium. Maar die diversiteit in het hoger onderwijs, is dat nu echt een regel die men aan het navolgen is? Wel, ja, men ziet toch dat men zoveel mogelijk diversiteit wil tewerkstellen in ons onderwijs, ook in het hoger onderwijs. Vaak zegt men dat onze onderwijsinstellingen en ook de hoger onderwijsinstellingen te wit zijn. Ik vind dat eerlijk gezegd een rare redenering. Dit soort van uitspraken veronderstelt dat de aanwezigheid van witte mensen, blanke zullen we maar zeggen, in onze hoger onderwijs, dat iets nadeligs zou zijn, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de kwalificatie van bijvoorbeeld goede professoren omwille van hun expertise, onderzoekscapaciteiten, de manier hoe ze lesgeven, enzovoort, en dus niet hoe ze eruit zien. Waarom zouden we iets moeten hebben tegen de aanwezigheid van zogezegd te veel witte mensen onder het academisch personeel? De redenering waarbij gezegd wordt dat de samenstelling van een groep of een instelling te wit is, ja, is dat eigenlijk ook geen racisme? Stel je voor dat er zou gezegd worden dat ze te bruin is geworden, dan zou onmiddellijk weer de racismekaart getrokken worden. Vlaanderen bestaat nu eenmaal tot ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw uit quasi blanke Vlamingen en ook een deel West-Europeanen. Dus ja, die massale immigratie van niet-Europeanen richting Vlaanderen, zoals we dat vandaag zien, ja, dat is eigenlijk ongezien. Dus het is ook niet onlogisch dat er heel wat blanke Vlamingen daar dus ruim vertegenwoordigd zijn. Nu, hoe divers moet onze studentenpopulatie zijn? Ja, dus het aandeel allochtone studenten aan onze hoger onderwijsinstellingen, dat blijft stijgen. Ik stel mij de vraag tot hoever dit nog zou moeten stijgen vooraleer het voldoende is en we kunnen stoppen met het geven van pampersubsidies in het kader van inclusie en diversiteit. We zien trouwens dat jongeren met een migratieachtergrond aan een inhaalbeweging bezig zijn. Cijfers van Sono tonen dat ook aan. Het vroegtijdig de school verlaten is bijvoorbeeld bij hen gehalveerd. De instap in ons onderwijs is verdubbeld. Dit jaar bleek trouwens dat 1 op 7 beginnende studenten aan de universiteit wortels heeft buiten Europa. Dus ja, daar is inderdaad wel een inhaalbeweging bezig. Maar ik wil daar toch ook een belangrijke kanttekening bij maken. Meer studenten van allochtone origine in het hoger onderwijs, dat zegt ook nog niks over het effectief behalen van een diploma. Dat is nog iets helemaal anders.
De Gentse Universiteit heeft daar onderzoek naar gedaan. En ja, daaruit blijkt dat de helft van de bachelorstudenten met een niet-Europese achtergrond uiteindelijk geen diploma haalt. Meneer Slagmulder, ja. Betekent een democratisering van het hoger onderwijs in het algemeen dan dat het een betere afspiegeling moet zijn van de maatschappij? Met dan het gevaar eventueel dat men gaat zeggen, ja, iedereen heeft niet alleen kans op een diploma, maar zelfs recht op een diploma en dat daardoor de kwaliteit van het onderwijs dan zou zakken? In mijn ogen, democratisering, dat betekent dat diegenen het qua verstandelijke capaciteiten en studievermogen aankunnen, maar door bijvoorbeeld armoede het zich niet kunnen veroorloven, dat deze dus niet uitgesloten mogen worden. Maar daarvoor bestaan vandaag al allerlei financiële compensaties en andere voorzieningen voor studenten uit kansarme milieus. Democratisering wil niet zeggen dat iedereen zomaar naar een universiteit of hogeschool moet kunnen gaan. Een student betekent nu eenmaal ook een zware reële kost voor de Vlaamse overheid, voor ons de belastingbetalers. De overheid subsidieert ons hoger onderwijs enorm veel. Voor de coronacrisis kost een student de overheid jaarlijks zo'n 12.000 à 13.000 euro. En door corona vrees ik dat deze kosten in de toekomst nog zullen stijgen. We moeten uiteraard blijven investeren in onze studenten, laat dat duidelijk zijn. De belangrijkste grondstof in Vlaanderen zijn en blijven onze hersenen. Maar ik vind wel dat we als samenleving moeten waken over een minimum aan kwaliteit bij de instroom in ons hoger onderwijs. Minder dan 50% van de studenten slaagt momenteel in het eerste jaar. Een foute studiekeuze betekent niet alleen tijdverlies voor de student, maar betekent ook een enorme kost voor de ouders en de samenleving. Want je hebt de kostprijs van de studie, plus daarbij ook nog eens de latere beschikbaarheid van de student op de arbeidsmarkt. Het blijft dus academisch en financieel gezien. Het heeft geen zin om iemand die qua intellectuele capaciteiten niet past in een bepaalde richting, om die daarin te duwen of om die richting aan te raden. Dat geldt zowel voor autochtonen als allochtonen. Iedere richting heeft nu eenmaal bepaalde vereisten. En een goede kennis van het Nederlands bijvoorbeeld is in elke richting daar een van, net zoals van de kennis van Engels en Frans in heel wat richtingen, of een basiskennis wiskunde voor de lessen statistiek, die je bijna in elke richting hebt. Hoger onderwijs en dan zeker de universiteiten zullen nooit een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Dat is van nature eigen aan deze instellingen, omdat ze een groep van mensen verzamelen die beter scoren qua intellectuele capaciteiten, of dat zou toch zo moeten zijn, om diploma-inflatie tegen te gaan. Ons hoger onderwijs is nu eenmaal geen leerplichtonderwijs en er zijn daarbuiten voldoende andere opleidingen waarin iemand zich verder kan bekwamen in een minder theoretische vorming. Na het secundair onderwijs, ik denk maar bijvoorbeeld aan de VDAB-opleidingen, de Centra voor Volwassenenonderwijs en ook de ervaring op de werkvloer. Nu, de ondervertegenwoordiging van allochtonen heeft dus niks te maken met structurele discriminatie in ons onderwijs, zoals sommigen wil beweren. Integendeel, dat is er gewoon niet, volgens mij. Iedereen kan zich inschrijven aan deze instellingen. Maar ja, er is wellicht een andere oorzaak. Heeft het misschien met interesse te maken? Is het een bepaalde attitude? Spelen er culturele factoren mee? Dus ja, ik vermoed eerder van wel. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de scheeftrekking op vlak van gender onder de studentenpopulatie. Al jarenlang is er een grotere aanwezigheid van vrouwelijke studenten in ons hoger onderwijs ten opzichte van hun mannelijke collega's, ja, moeten we hier dan ook gaan remediëren? We gaan toch ook geen voorbereidingssessies organiseren voor
jongens in hun laatste jaar secundair, waar meisjes niet welkom zijn, zoals de UGent nu doet voor mensen met een migratieachtergrond. Zoiets zou ook te gek voor woorden zijn. Over ja, dit concrete fenomeen, daar zijn al vele onderzoeken gebeurd. Beleidsmatig zie ik weinig op dat vlak. Er wordt daar ook nauwelijks een probleem van gemaakt. En ik zie al zeker geen positief discriminatiebeleid, zoals dat wel gebeurt bij bijvoorbeeld allochtone jongeren. En ja, dat is maar goed ook. Maar dan is er misschien wel de vrees dat men in onderwijsinstellingen, in hoger onderwijs, de lat gaat verlagen om een diploma te halen, net om te vermijden dat het etiket zou gekleefd worden: deze instelling is te wit en levert te veel witte afstuderende af. Van is dat dan een vrees die leeft, dat die lat alsmaar lager gaat gelegd worden? Wel, daar vrees ik inderdaad voor. De voorbije jaren is de lat sowieso in heel wat gevallen te laag gelegd. We moeten waakzaam zijn over de kwaliteit van ons onderwijs. En nu wat het leerplichtonderwijs betreft, er zijn nu nieuwe eindtermen goedgekeurd. Dus ja, wat dat mij betreft, die lat moet hoog genoeg blijven. We moeten leerlingen en studenten klaarstomen voor hun carrière in de toekomst. En dat mag dus zeker niet gebeuren door ervoor te zorgen dat die lat veel te laag gelegd wordt. Dus die eindtermen zijn nu wel aangepast, maar we moeten vooral op dat vlak waakzaam blijven. In hun streven om te vermijden dat iemand gaat zeggen dat een universiteit of een hogeschool te wit is, ja, zie je ook hier en daar natuurlijk al effecten van woke en cancel culture. Het komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, voornamelijk van de universiteiten daar. Hebt u zicht of dat die woke culture, die cancel culture, of dat die ook al begint te heersen aan Vlaamse hoger onderwijsinstellingen? Daar ontvangen wij toch berichten over. Ja, woke, wat is dat eigenlijk? Dat is ja, de extremere vorm van politieke correctheid. En dat komt overgewaaid vanuit Amerikaanse universiteitscampussen. En we zien toch dat het woke-denken ook in Europa en in Vlaanderen aan een opmars bezig is. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld werden al talloze professoren en onderzoekers tot ontslag gedwongen. Discussies over politiek activisme en het boycotten van gastsprekers op universiteiten spelen daar al langer en ja, ondertussen ook steeds meer in Europa. Dat wordt trouwens ook bevestigd door professor Andreas de Blok, die in de richting filosofie daar onderzoek naar gedaan heeft, naar de politieke attitudes van het academisch personeel en studenten. Deze week zei hij nog in KNAK dat de waarheidsvinding soms in de problemen komt door een gebrek aan ideologische diversiteit. En ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Ook in Vlaanderen zijn er getuigenissen over het toenemende linkse klimaat op onze universiteiten, waarbij de minderheid van conservatieve of rechtse academici die gediscrimineerd worden of die zich onder druk gezet voelen. Kijk, de discussie links versus rechtse proffen, dat bestaat al langer. En het is al eerder aangetoond dat academici vaak minder geneigd zijn om op rechtse partijen te stemmen, dat, zeker in die menswetenschappelijke disciplines. Nu, wat een professor of onderzoeker op politiek vlak denkt, dat doet er eigenlijk weinig toe. Het gaat erom dat aan onze hoger onderwijsinstellingen onderzoek en onderwijs onpartijdig moeten worden verricht, wat nu door dat opkomende woke-extremisme in het gedrang dreigt te komen. Er is een verschil tussen enerzijds de normale academici die ondanks hun politieke overtuiging met een open blik naar de samenleving kijken en kritische vragen stellen. En dan anderzijds de woke-onderzoekers die het onderwijs en onderzoek sturen
om de onderzoeksvragen of resultaten die er niet uitkomen. Ik denk dan aan op vlak van inclusie, diversiteit, klimaat, gender, om die te gaan negeren. Over alle denkbare onderwerpen moeten kritische vragen kunnen blijven gesteld worden, ook al zijn ze niet woke geïnspireerd, zonder dat dan een bepaald deel van het academisch personeel zich daardoor geïntimideerd moet voelen door hun linkse collega's. En ja, daar moeten we alleszins de vinger aan de pols houden. Die vinger aan de pols houden, gebeurt dat effectief? Heeft de overheid een manier waarop dat ze daarop toeziet in de onderwijsinstellingen? Wel, ik heb daar onlangs een vraag over gesteld aan minister Weitz. Maar ja, zijn antwoord heeft mij toen een beetje ontgoocheld. Ik vind, ja, om de aanwezigheid en de impact van die woke-censuur in ons hoger onderwijs in kaart te brengen en die academische vrijheid te garanderen, ja, dan moeten we net zoals in Frankrijk en Groot-Brittannië bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek gaan invoeren. Voor alle duidelijkheid, dat mag niet gezien worden als een aanval op de academische vrijheid. Dus ja, geen meldpunten of heksenjachten bijvoorbeeld. Er moet volgens mij zeker altijd ruimte zijn voor maatschappijkritische visies in de wetenschap. De vraag is echter, in hoeverre zijn de wetenschappelijke visies binnen sommige vakgebieden momenteel te eenzijdig? Hoeveel wetenschappers durven openlijk en zeker degenen die aan het begin van hun carrière staan nog een tegengeluid geven aan die groeiende woke-invloed? Dus daarom ben ik voorstander van een objectief en onafhankelijk onderzoek, net om het objectieve en onafhankelijke onderzoek binnen ons hoger onderwijs te beschermen. Meneer Slagmiddel, dank u wel dat u dat hebt toegelicht, dat u hebt uitleg gegeven over de antwoorden die u gekregen hebt van minister Weitz. Bedankt voor uw tijd. En u, beste luisteraar, u hebt ook gemerkt dat er gewaakt wordt over hoe onze academische en hogere onderwijsinstellingen omgaan met woke en met de diversiteit. Een zeer interessant onderwerp. We blijven het uiteraard opvolgen bij Doorbraak Radio. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.